Hallo Back Legion en welkom bij weer een report van de GTA 5. Wij hebben een Audi R8 en die is een klein beetje kapot. Klein beetje maar. We zijn namelijk van een berg afgedonderd en er is van alles gebeurd. Maar we gaan hem tunen. Dat is het eerste wat we gaan doen. Nou, eerst repairen, dan tunen. Dan ga ik van hem houden. Dan gaan we de Strange and Freak bezoeken. Ik weet wat dat is. Toevallig. Wat voor Strange and Freak wat hij precies doet. Dat weet ik toevallig, omdat ik dat heb gezien. Volgens mij van een Rooster Teeth video of zo. En ja, dat is gewoon weer zo'n extra ding. Net zoals mod bij Trevor. Om die lui te vinden, zeg maar, die ergens lopen om voor bounty en shit. In dezelfde stijl, laten we het zo zeggen. En daarna gaan we naar Michael toe. Nou, toch de M van Michael. Nee. Vandaag niet. Dat doen we een andere keer wel. Fuck off. Want jij gaat toch mijn auto jatten. Nou, dat doen ze allemaal hier. Nee! Vuile kut pick-up truck. Jij hebt mijn Audi R8 verneukt. Waar ik zo blij mee was. Echt heel blij. Dat ik hem eindelijk had gevonden. Een pokken eind rijden. En dan vermoord je hem gewoon. Please laat hij erachter staan. Die staat er niet. Maar please laat hem er staan alsjeblieft, game. Nee, Sandy Shores Medical State. Daar vinden we een R8. Fuck off, game. Vuile nazi hond, game. Ja, min 5000 cash zal maar gestolen worden. Ik wil die auto. Oh, god damn. Ja, waar de fuck zijn wij überhaupt? Daar, we zijn al te ver. Oké, nou, dan gaan we eerst wel naar de Strange and Freak. Mijn hele plan valt in duigen. Waarom? Omdat een of andere fucking pick-up hoer afslaat. Waar ik verwacht dat hij dat niet ging doen. Ah, laten we die maar niet gaan jatten. Dat is een politieauto. Oh, we hebben daar wel een... Oeh, dat gaan we jatten sowieso. Ja, nee, dat is mooi voor je. Hey, jongen. Uh-oh. Ik ga je een caddy jatten, of je het nou wel of niet leuk vindt. Nee. Fuck off jij hoer. Uh-oh. Ik zit vast bijna. Hij zijn hand eruit. Uh-oh. Ah, jammer dan. Uh-oh. Oké, wie wint er? What the fuck zijn ze aan het doen? En nou is die ding is er weg, hè? For fuck's sake. Cheesestick, asshole. Oh ja, shotgun. Bitch. Oh ja. Weg, opruimen. Op de caddy. Oké, niet op de caddy. Ook goed, pak hun kut auto maar. Don't fucking care ook. Oeh, ik wil eigenlijk wel weten hoe we deze kunnen tunen, de pick-up truck. Van fuck's sake, politie, ga weg. What the fuck ben jij? Ah. Oké, we gaan naar de stranger toe. Oh, for fuck's sake, eerst de politie ontwijken. Wee! Ik ben wel benieuwd hoe je deze kunt tunen eigenlijk. Nou, gaan we toch nog iets tunen, alleen niet mijn... we krijgen... Sorry, ik moest niet zeggen. We krijgen sowieso nog... Een keer een R8, hey Kiori. Kom eens hier, push hem al. Krijg sowieso nog een keer een Kiori. Ah, Kiori. Goed bezig, hij heeft een R8. En die gaan we ook zeker nog een keer tunen. Maar niet nu. Blijkbaar. Kijk, daar is de Los Santos Customs. Hij moet sowieso weg zijn ook, want... Die komt nooit heel anders. Want we hebben die fucking kutpolitie achter me aan. En dat verneukt alles.
Please, politie, ga weg. We zijn er vanaf, maar nou is die dude hier dus niet. We moeten eerst weer wegrijden. Moeten we eerst weer wegrijden en dan komt vanzelf dat ding weer tevoorschijn. Dan kunnen we dan weer terug gaan rijden. Oh, game. Niet lief. Paaltjes. Kijk, nu is hij er weer. Dat bedoel ik dus. We rijden een klein stukje weg en dan zegt die game. Hey, 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 daar is die man. Oh, wat leuk. Daar gaan wij dan. Nou, eigenlijk niet. We zeggen, fuck you game. Dat wist ik al lang, maar ik was al onderweg. Oh, jump. Zeta. Violet tracing. Kipjes, ik hoor kipjes. Hey, het is Lennart dan. Dit is Lennart, vanaf nu. Hoi Lennart, want Lennart kijkt, dat weet ik ook. Maar ik zie kipjes, dus is Lennart. Carbon based life form, check. 6 feet tall. En dat is natuurlijk niet kwetsend bedoeld tegenover Lennart, maar dat snapt iedereen wel. Excessive adipose tissue. Normal distribution, check. Readings are... Readings are... Shoot. This little machine is broken again. Check. Stardate 14-9-305. Stardate. Time is 789 past the ninth meridian. We are clear. Whew. Greetings, CBL. Carbon-based life form. Greetings, homie. Hey, greetings, homie. Seen them, CBL? Seen who? I don't know. I don't know. Hey, unidentified flying object, hè? Kipje! Came to me last week. Kipje! There was a brilliant joy and a terrible confusion. And they were laughing and screaming and crying all at once. And some said, Omega, we come in peace. And others said, we have come to enslave you. We are an infinitely intelligent race of super cosmic beings. And out of the 6 billion people on this planet, we have chosen you for no good reason. And just then they were about to abduct me and do experiments on me when their ship crashed. Yeah, yeah. In the middle of the lake. Motherfucking mind. And now I've got to find the pieces. Man, bullshit. Look. Man, bullshit. See this? If you see some, let me know. Yeah, yeah, okay. En die zit in het meer, volgens mij, als ik het goed heb. Zitten al die pieces en dingen. En dan moet je dus opzoeken en dan krijg je iets. Ik heb god geen idee wat. Waarschijnlijk een Ghostbusters pakje of zo. Dat zou wel leuk zijn. Oh, what a freak. Sowieso. Spaceship parts are scattered throughout San Andreas. Find and collect them all for Omega. Okay. For Lennart. Collect them all for Lennart. Gotta catch them all, gotta catch them all. Pokémon. Oh ja. We gaan deze auto tunen en dan gaan we de Michael missie doen. En ik haat jouw game en ik had een R8. Oh, for fuck's sake. Het is het meest stevige bot ever, volgens mij. Sorry, ik ben heel verkouden trouwens, dus... Verwacht niet het beste. Qua gezondheid van mij. Oh, kijk, fietsers! Oh, sorry meneer. Op zich is dit nog een redelijk snel ding ook. Valt me nog mee. Die voorkant. Oh, die wielen staan echt schuin. Ik kan krap aan sturen. Echt mooi. You won't get away with this. I don't care. I don't care. What's wrong with her now? Helemaal niks. Free. Windows. Limo. Wheels, wheel type, muscle car, dat is helemaal lelijk over het algemeen. Wacht, we gaan de mooiere velg onderzetten, we gaan de endo's onderzetten, klaar.
Dan, oh nee. Wheel color, zwart natuurlijk. Wheels, dat is natuurlijk oranje, nee rood voor de verandering. Custom tires en bulletproof natuurlijk. Turbo drop. Transmission upgrade. Respray, we gaan dat natuurlijk mat zwart doen, zoals altijd. De plate is dit, dat is ook altijd standaard. Xenon. De hoorn, maak er een vrachtwagen van, omdat het kan. Hij was best snel trouwens, qua acceleration, topspeed niet. Oh. Ik was nog niet klaar, brakes moest nog. Kun je geen suspension? Nee. We kunnen eigenlijk weinig upgraden in het ding, moet ik zeggen. Valt me een beetje tegen. Hij is wel redelijk snel, maar... Oh, kunnen wij een camper upgraden? Kunnen wij een camper tunen, game? Ik wil camper tunen. Kan ik een camper tunen, alsjeblieft, game? Laat mij een camper tunen. Ah, oh, dit vehicle can never be modified. Oh, zo'n buggy dan. Achter de buggy aan, achter de buggy. Ik denk de buggy ook niet meer, dat zou vet zijn. Geef mij de buggy. Kom op, camper. Rijden. Rijden, camper. Dat is een cross ding, dat moet ik niet hebben. Ik wil een buggy hebben. Een buggy. Game, geef mij een buggy. Hallo, meneer. Mevrouw. Don't care, schakelen misschien. Die camper die gaat een beetje in de hoogte. Stop. Shit for brains. Fuck off. Ga uit dat ding. Geef mij. Dank u. Nick, screw you. Screw you. Uh-oh. Sneller. Oh fuck. Oh, this vehicle cannot be modified, goddammit. Oké, dan weten we het ook, ja. Dan die kever op wielen. Moeten we hebben. Wil ik hebben, beter gezegd. Give me that thing right now! Uit de auto. De BF injection, dat was volgens mij ook vroeger altijd een buggy. De politie kent deze auto natuurlijk nog niet, maar desondanks gaan we wel ons even verstoppen. Dit lijkt me ook wel een leuke auto om te tunen, als dat wil. Ja, wij. Alright, done. Mooi. Please, laat me dit kunnen tunen. Doe, meneer. Please. Dank u. En dan gaan we eindelijk de Michael missen. Armor. This is some special op stuff. Dit, wat echt zo leuk. Vrachtwagen natuurlijk. Lights, Xenon. Plate, die. Respray. Lekker mooi ook. Matzvat. Metallic. Metals. Dat ziet er niet mooi uit. Secondary color. Mat. We kunnen oranje pakken trouwens. Dat is het vorige keer. Ja, laat maar oranje pakken dan. Voor omdat ik kan. Suspension. Dat is lekker laag nu. Transmission. Dat ding is best snel, moet ik zeggen trouwens. Acceleration helemaal nu. Um,
We kunnen de wielen zelf niet kiezen, blijkbaar. We kunnen standaard alleen maar deze wielen pakken. Die modderachtige wielen achter, zeg maar. Die, of de modder, die echte rare schoepenwielen. Wacht. Zijn dat schoepenwielen van de dingen? Er zijn namelijk kevers en dergelijke die ze hebben getuned. Kunnen over het water heen ruimen. Die hebben schoepen. En dan lijkt het daar wel een beetje op. Oké, dat was het. We hebben nog getuned. Deze is nog wel mooi. Hij is in ieder geval snel. We gaan naar Michael toe. Michael. En oké. Okay. We gaan cross country. We gaan dwars overal doorheen banjeren. Dus dat wordt helemaal leuk. We gaan echt gewoon dwars door en over de bergen. Dus we gaan hier gewoon al linksaf omdat het kotter is. Kijk, en die beetle die vangt het allemaal wel op. En dan volg ik wij in de kever. Potje. Kijk, dit is ook kotter. Dit is een beetje onhandig. Maar de ene was gewoon kotter. Het was gewoon kotter om daar langs te gaan. Game. Die game blijft mij altijd om. Altijd. Oké, okay, omleiding. Wafa, shortcut bedoel ik. De game, ja, die game geeft ons een omleiding, laat ik zo zeggen. Kijk, zie je hoe snel dit is. Nooit wat op een navigatieschema doen. Oh kijk, dat is een monster truck. Die blijft ook mooi. Dat is ook echt een mooie auto nog steeds. Ja, zo'n lomp ding. Nou, we zijn al bijna bij Michael, dus is niet zo lang meer. Oh, taxi. Hallo meneer. Die dingen echt wel snel trouwens. Fuck off, ja. What the fuck was hij überhaupt aan het doen? Dude, weet je wel eens hoe je bochten moet nemen? What the hell was hij aan het doen? Serious. Hij was echt een rare move aan het doen. Zo maak je geen bocht naar links. Hij was sowieso niet rechts, want dan was hij al te ver. The fuck, game. Zie ik daar nou nog een Audi R8? Die game is mij zo hard aan het naaien. Nee, is geen Audi R8. Zeg, die game is me zo hard aan het naaien, hè. Die maakt maar over 20 minuten. Hey, Audi R8, dat zie ik er wel. Dan moet ik jou kapot rijden, omdat die game dat zo aangeeft. Omdat de game dat wil, beter gezegd. Game krijgt tyfus. Nog een fucking error. Ah, ik kan niet dingen bij Michael in de garage zetten, dat is spijt. De Beetle staat klaar. Waar gaan we dan? Ik ben benieuwd wat Michael, wat er allemaal gebeurt. Maar Michael zou er niet moeten zijn normaal. Maar Michael is weg. Die is footsie. Minor turbulence, zo heet de missie. Where you at, man? Your house is empty. Ah, hey. I had to kind of lay low for a while. Yeah, that nice Mexican we met. Me and T did that job for him, and we fell out. You gotta be joking. I wish I was. So where you at now? Desert, out by Alamo Sea. Alright, well, I'll hit you if I find anything. Absolutely. Oh, hey. Trevor's got his wife. Trevor's got a wife? No, the Mexican's wife. What? Shit, I don't know what to say about that one. Nothing. Nothing. Run! Run! I'm back! Coming, Trevor! Bring me my coffee, I'm gonna cut your arm off. Absolutely! Who the hell's that, your maid? A business partner. Good guy. Very loyal. Ron, that is Michael. And this is Patricia. Times is pissed, no? Listen, beautiful. You know, I'm sorry about everything that's happened. And, you know,
Can't guarantee no harm's gonna come to you. Might have to chop you up into little pieces before spraying your pulp mess down the drain, but I really hope it doesn't come to that. I appreciate your honesty. You are a good man. I can see that. You need your eyes examined, man. You need your eyes. Sowieso. Yeah, Trevor, a bit, I mean. How's the fucking business? I tried. If you're gonna give me a sob story, I'm gonna rip your fucking throat out and shove a turd down the hole. It's not a sob story. It's just not quite come good yet. But I heard about something. Yeah, yeah. With Meriwether. Those assholes. Big yeah. cache of weapons they got coming in. So I thought you might want to, requisition it. Fantastic! Let's go! I'm in. Whoa, no, 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 not you. Sit down. You're a wanted man. Stay low. Yeah, Trevor. Watch her, okay? She's a good lady. Let's go, Ron. Good to meet you, Michael. Fucking come on, let's go! No. What's that? Have a sign, Trevor. Oh, Trevor, jij bent echt een achterlijk idioot. Great, let's go! Get in the plane, oké. Okay. We gaan ook gewoon naar zijn huis, net alsof niemand weet waar hij woont ofzo. What are you gonna do? Dat weet die Mexicaan wel. We gaan een private army on the ground, Ron. We gotta meet him in the air. Okay, well, I knew that you were pissed after the Meriwether heist. Back the hardware. That was bullshit. Right. Sorry, ik moest boeren. Ik weet niet of je dit hoorde. Valsgelucht kwam om iets naar boven. Feels good to be back in the company of a professional. I gotta say, I got it. I was expecting something a little more impressive. The late great Michael Townley. Not so late and not so great, right? And no longer called Townley. The years have not been terribly kind. What's the end game, man? We had a good thing going without him. Gastenk is niet lief omdat hij gaat. We had a good thing going without him. If it's such a good thing, where's my money, huh? Ja, niet hier. Oh ja, vliegen. Run to the plane! Stuntvliegtuig. Nee, een sproeivliegtuig. Nice, een sproeivliegtuig. Cargo plane, dat is onzin game. Dit is geen cargo plane. Dit is een fly to the cargo plane. Laat maar. Je hoeft gelezen. Dit is het sproeivliegtuig. Fucking vet. Stijg op, sproeivliegtuig. Vandaag nog. Dank u. Oké, fly as low as possible. Yeah. Oeh, dit vliegt wel leuk. Sowieso zullen we gaan crashen hoor nu, voor de duidelijkheid. Maar dit ziet er wel leuk uit. Maar dit is het sproeivliegtuig, dat is wel vet. Dat hebben ze ook in de trailer toen laten zien. Over die allerlei weilandjes heen. Paaltje. Moet wel hard vliegen trouwens om bij ze te komen. Kom op, sproeivliegtuig, doe je best. Dat is ver vliegen. Alweer. Dat was de vorige keer ook al zo. We moesten ook ver vliegen voordat we gingen gebeuren. We're approaching Fort Zancudo, Trevor. It's final, but don't fly right over it. Yes, squadron leader! Divert! Divert! You can't go over the fort, Trevor! Oh. Ik dacht dat hij alleen zou moeten laag vliegen. Ja, ja, kalm. I'm plenty low enough, Ron. Ik dacht dat hij zei alleen dat je het laag moest vliegen.
Dat ging niet helemaal goed daar bij het fort. Oeps. Ja, ja, kalm jongen. Wat dom. Ja, kalm. Voor fuck's sake, ze vliegen de hele lijn al rond. Damn! Als ik geen vleugels had, was ik nou een auto geweest. Zo laag vlieg ik zo'n beetje. Ah! Franklin! AT, hij bedoelt die broeders, hoe heet die kutkop me weer. Ik weet het niet meer, die broertje met die farm in ieder geval. Ronnie, old boy, I never thought I'd say this, let alone think it, but it's good to be working together again. You got a job, man. You're on their screens. Altitude corrected. Damn, hoe ver moeten we vliegen, game? Niet te zijn, bomen. Maar even die broertjes die staan dus nou bij Franklin aan de deur. Hoe ver en ik vlieg echt op het hardste wat ik kan. You got bad information, brother. I'm fine. You speak to Oscar, the Mexicans, this deal on? I'll let them know it's in the works. The work? I'm not risking life and limb for a shimminate soul. Are you sure? It's just Oscar don't like getting messed with. You! It's a deal! The guns are good as ours! Okay! Nou, als dat nog niet laag genoeg was, game, dan weet ik het niet meer. Wee! Oeh, boomtop. Kalm! Game. Alright. We zijn piep, 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 piep. We're out of military airspace. Clear to gain altitude. Aha, eindelijk! Dat duurde lang. Hey man, chill hier. Me? I'm just a lonely guy out testing his craft. Who are you? Come on! Good ding. Sneller. Really? Shoot me down? That seems a little extreme, doesn't it? Inderdaad, redelijk extreem. Final warning, divert or you will be grounded. My fate's in your hands. You will be grounded. Krijg huisarrest. We are clear to engage. The crop duster can land in sight. Was ik dat nog goed? Oh god. Oh ja, nee, die kan er inderdaad prima in landen hoor, game. Goed bezig. Doei, Crop Duster. Maar, ik ga super gemeen zijn. We gaan verder in de volgende part. Ik ga namelijk eten. We gaan verder in de volgende part. Dus dan zie ik jullie weer.